We hebben net een lezing gehouden over hip wonen in de stad. Ik heb verteld over de nieuwe woningvraag. In succesvolle steden komen heel veel, met name jonge mensen naartoe, om aan een nieuwe baan te beginnen, een partner te zoeken, te studeren. In Amsterdam is 53% van de huishoudens bestaat uit alleenstaanden. Dus je ziet dat de druk op de markt om kleine betaalbare woningen te vinden enorm groot is. Dat betekent dat deze nieuwe woningvraag is... daar kunnen we nog moeilijk in voorzien. Jonge mensen krijgen moeilijk een hypotheek nog. Dus we moeten een nieuwe mix uitvinden van kopen, huren, hele betaalbare koopbedragen. Dat kunnen we doen bijvoorbeeld in leegstaande kantoren of in nieuwbouw. Dat betekent dat ook de nieuwe plekken in de stad een nieuw leven krijgen. Bijvoorbeeld Bos en Lommer of in de omgeving van Amstelstation in Amsterdam. Dus het is ook nog goed voor de stad, deze impuls van nieuwe mensen die op zoek zijn naar gezelligheid en heel actief zijn in de stad. Tijdens de presentatie hebben wij ons laten zien als AM wat wij op dit moment gaan doen met verschillende projecten op het gebied van hip wonen. We zijn met het GAK-gebouw, wat tegenwoordig de studio heet, samen met stadgenoot en AM, zijn we bezig om daar jonge stadsappartementen te realiseren in zowel de huur en de koop. En we hebben onze ervaringen gedeeld hoe we daar het jongere publiek aan boren en ook wat hun ervaring zijn bij de koop. En het zijn vooral woningen die allemaal betaalbaar zijn van onder de 100.000 euro en wonen binnen de ring in Amsterdam. En wat dat betekent bijvoorbeeld voor de ondernemers die daar zitten, wat betekent voor de openbare ruimte. Wat we daar zien is bijvoorbeeld dat het stadsdeel enorm heeft geïnvesteerd om het park op te knappen, zodat al die jonge lui ook weer buiten in de openbare ruimte kunnen verblijven. Nou, we zijn ook met zo'n project bezig in het Amstelkwartier. Daar zien we weer dat er vooral meer studenten overgaan tot kopen en huren. En daar zien we weer van dat ze juist weer de ontmoetingsplekken in het gebouw superbelangrijk zijn. En dat zijn heel veel van dat soort verschillende projecten die ons inspiratie geven. En dat heeft ons weer bijvoorbeeld gebracht tot het derde project waar we mee bezig zijn. Dat is het project in Overhoeks, een woontoren, gebaseerd op het Friends concept. Die Villa Mokum en het GAK-gebouw zijn allebei waar je alleen kan wonen in je woning. Maar hier hebben we woningen bedacht waar je met z'n tweeën, met allebei een eigen huurcontract, samen kan wonen in een woning met twee masterbedrooms en een gemeenschappelijke woonkamer. En eigenlijk gebeurt het allemaal in de stad heel onofficieel. Maar wij proberen met dit project het officieel bespreekbaar te maken in Amsterdam. Dat je met z'n tweeën gewoon samen kan wonen met twee huurcontracten op één woning. Dat klein wonen is op zichzelf natuurlijk niet zo nieuw. We gaan heel klein wonen als we in een caravan met vakantie gaan. En dat doen we geheel vrijwillig. In een stad als Hongkong wonen heel veel mensen heel klein, maar helemaal niet vrijwillig. Simpelweg omdat de druk op de ruimte daar zo enorm is. Maar je ziet dat de steden die de place to be zijn, New York, Londen, Hongkong, in Nederland is dat duidelijk Amsterdam, dat daar mensen echt naartoe trekken voor hun eerste baan of om een partner te zoeken of om te gaan studeren. En die hebben behoefte aan een flexibele plek. En dat vind ik het interessante van de ontwikkeling die Ronald Huikershoven net schetst. Er komt een nieuwe slag flexibiliteit in de woningmarkt die tot nu toe zeker de Nederlandse woningmarkt niet kenmerkte. Ja, ja, heel positief. En je leert ook heel veel. Want, bijvoorbeeld je leert ook heel veel vanuit die projecten. Dat wat we bijvoorbeeld zien is dat heel veel dames bijvoorbeeld in dit soort projecten komen. Je ziet het de stad verkleuren. Je ziet op de universiteit dat het gros daar dames is. Je ziet het in de samenleving. Maar we zien het dus ook in de projecten. En dat betekent dus dat je projecten daar ook afstemt. Op meer veiligheid, op meer voorzieningen. En bijvoorbeeld in het GAK-gebouw hebben we dus een wasserette gemaakt. En daar hoeven wij niet in te investeren. Maar Miele gelooft in die doelgroep. En die heeft gezegd, wij maken daar een wasserette in de ruimte die jullie beschikbaar zetten. Hoeven wij niks voor te betalen. En wat je ziet is dat de bewoner rekent per wasbeurt af. En dat voorziet dus in een nieuw stukje ondernemerschap bij Miele om een product aan te brengen. Niet meer iedereen koopt zijn eigen wasmachine. Je gebruikt met elkaar. Je ziet het ook met bijvoorbeeld de parkeernorm. Er was altijd een vaste parkeernorm bij een nieuwe woningbouw. En nu wordt die parkeernorm gewoon losgelaten, omdat deze nieuwe bewoners, die hebben helemaal geen behoefte aan een eigen auto. Dan kunnen we die ruimte veel beter gebruiken voor iets anders. Thema past bij de provider. Ja, als je de mensen hier op de provider ontmoet, is iedereen bezig met van wat gebeurt er op dit moment. Er worden overeenkomsten gesloten, maar er wordt ook vooral met elkaar gedebatteerd van, ja, wat gaat het komend jaar ons brengen en wat laten we achter? En eigenlijk wat we hier met elkaar doen is
vertellen van ja, wat de ervaringen zijn op dit moment vanuit de markt. Die delen met elkaar en daar ook weer reacties op krijgen en met elkaar een slag maken doordat we elkaar ontmoeten en kennis met elkaar delen naar de volgende fase van ja, wat zal hierna weer komen. En dat is dan ook weer het debat met Tracy Metz die ons prikkelt van, en een spiegel voorhoudt van dit slaat op een internationale ontwikkeling, maar wat is daarna weer? Dus en we zijn met elkaar dus bezig om onze vak een extra lading te geven. En dat vind ik het leuke van elkaar ontmoeten op de Profada. Wat je hier duidelijk ziet is dat er enerzijds een grote druk op één bepaalde markt is. En tegelijkertijd is er enorme leegstand. Dus de uitdaging waar mensen als Ronald voor staan is om de leegstand en de vraag op elkaar aangesloten te krijgen. En daar is bijvoorbeeld dat project in het oude GAC-gebouw een heel goed voorbeeld van. Dat het wel kan, maar het kost heel veel moeite en het kost nog steeds ook heel veel geld. In mijn lezing net hier op de Profade over hip wonen in de stad heb ik ook gesproken over wat er hierna gaat komen. Eindelijk zijn we in deze behoefte aan het voorzien. Hoera! Maar de volgende uitdaging doet zich alweer voor. Wat gaat er gebeuren over 10 jaar als de mensen die nu in deze woningjes van 26 vierkante meter, als die wel gaan samenwonen, als die een gezin gaan vormen. Je ziet dat er een heel groot gat hierna opduikt. Want er wordt nog steeds niet gebouwd. Het is nog steeds heel moeilijk een hypotheek te krijgen. De huurmarkt zit op slot. Dus ik ben heel benieuwd hoe we in de vraag van de volgende generatie na deze gaan voorzien. En voor mij zit naast wat Trace zegt ook nog de spanning in. De stad bestaat uit een groot percentage alleenstaande, zei ze in het begin. En wij, met het product wat we nu ontwikkelen, richten we ons vooral op de jongeren. Maar je ziet een groter gedeelte wordt ook steeds de ouder alleenstaande in de stad. En wat voor product kunnen we maken, zodat die ouderen ook zijn plek behoudt in de stad en een nieuwe woning kan vinden. En dat is, vind ik eigenlijk de vertaalslag van nu, richten we ons op de jongeren. En hoe gaat dit product straks in de markt gezet kunnen worden voor de ouderen die ze een gezinswoning achterlaat en zegt ik wil toch alleen in die stad wonen. En hoe kunnen we die dan verleiden en bedienen met een product waardoor die zegt ik waag die stap. Ze moeten wel, want jouw volgende doelgroep zijn de mensen die nu allemaal uit de bejaardentehuizen worden gegooid. Ja, dus ja, dat klopt. Ja, je hebt gelijk. Als ik hier over de Profada rondloop nu, anno 2014, zie ik gewoon aan de gezichten dat de crisis voorbij begint te geraken. Je ziet dat er, het is druk. Ik weet niet of het drukker is dan vorig jaar, maar het is druk. Mensen zijn intens aan het onderzoeken waar zijn de nieuwe opportunities. Want mensen voelen dat er weer van alles mogelijk is. Er is nog niet heel veel geld in de markt. Er is nog steeds echt ontzettend veel leegstand. Nederland loopt op kop in Europa wat betreft leegstaande kantoren. Onbegrijpelijk hoe we jarenlang hebben doorgedenderd met iets maken waar eigenlijk geen vraag naar was. Dat hele model is nu aan herziening toe. En ik zie in al deze gesprekken om me heen dat er staande de vergadering nieuwe modellen worden uitgevonden. Wij als AM staan ook dit jaar weer op de Profada. En wat mij opvalt is dat de sfeer is ontspannender dan de afgelopen jaren. Maar iedereen is ook meer weer gericht op contact. De afgelopen jaren zijn mensen heel veel met zichzelf bezig geweest. En wat ik nu proef is, iedereen is weer met elkaar in gesprek over van hoe gaat het en hoe ben je bezig om dingen met elkaar te delen, het contact op te zoeken. En, ja, en dat is natuurlijk waar zo'n beurs heel goed voor is, om het contact met elkaar op te zoeken en het gesprek met elkaar te voeren. Ja, daar past dit debat in en ik hoop dat het ook nog bijdraagt aan de gesprekken die we de komende dagen op de Profada met elkaar gaan hebben.